En leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Ik moest echt even goed nadenken. Het is vandaag zaterdag en ik ga vandaag weer lekker voor jullie vloggen, twee daagjes. Ik ga nu ook de vlog editen van eergisteren voor jullie. Dat moet nog gebeuren. En er komt vandaag iets leuks. Ik heb namelijk, ik heb dat in de vlog van eergisteren ook verteld. Er komt vandaag een nieuwe telefoon, en namelijk een Samsung Note 10 Lite. De reden waarom ik dit heb gekocht is er eigenlijk niet. Ik wilde hem gewoon graag hebben, dus ik heb het gedaan. En mijn andere telefoon ga ik dan waarschijnlijk verkopen of iets. Maar daar wacht ik nog heel even mee. Dus die komt vandaag binnen, dus dat is super leuk. Dus daar ga ik vanmiddag even druk mee bezig zijn. Tot nu toe staat het dat hij tussen 3 en 5 komt. Dus hij is wel eerder opgeschoven dan, want dat was eigenlijk tussen 5 en 6:30. Maar nu dus tussen 3 en 5, dus dat is nog eerder, dus dat is top. En mijn pa heeft dezelfde telefoon, want die heeft er nodig voor suiker. Dus ja, dat is een beetje de planning vandaag. Verder ga ik niet zo heel veel doen vandaag. Ik loop ook gewoon serieus in een chill slaaphemd ding. Een jongensbroek, mijn sloffen en mijn badjas. Ik ben ook heel erg moe en niet zo lekker opgestaan vandaag. Dus het is nu inmiddels 11:50. En ik ga nu de vlog editen, zodat hij vanmiddag online kan. En dan is dat in ieder geval allemaal geregeld. En dan gaan we voor de rest vanmiddag gewoon lekker wachten op het pakketje wat komen gaat. Maar ik heb trouwens vanmorgen ook Family Barrett afgekeken. En oh my god, jongens. Ik dacht echt, nee, nu is het gewoon echt klaar. Dat was een super mooi einde. Dat was echt een goed einde. En het was gewoon een hele spannende, meeslepende, maar ook hele mooie serie. Met hele mooie boodschappen erin. Dus ik ben er heel erg over te spreken. Dus zoek je nog een mooie serie om te kijken. En heb je toevallig Videoland of Catnet, want daar staat hij ook op. Kijk dan Find Me in Paris. Het is super mooi. Het is echt heel mooi. Ik kan niks anders maken. Ik ga ook niks vertellen. Het gaat er alleen eigenlijk. Het draait allemaal om time collectors en time travelers. Oftewel tijdreizers. Het gaat over een meisje die is een prinses in 1905. En uiteindelijk komt zij door mysterieuze wijze terecht in 2019. Echt super spannend. Maar goed, ik ben heel tevreden met het eindresultaat van deze film. Ik vind het wel jammer, want het was echt zo'n standaard ding. Elke ochtend keek ik wel even, of elke avond keek ik wel even 1 of 2 of 3 of misschien wel meer afleveringen van Find Me in Paris. Maar ik heb dit in 3 weken helemaal uitgekeken. 3 seizoenen. Dat is echt heel snel. Ondanks kerst en al die drukke dingen tussendoor. Maar goed, dat is een beetje wat het is. Ik ga in ieder geval de vlog editen en lekker verder eens mijn gemakje houden. Ik ga zo meteen ook mijn gordijnen open doen, maar daar heb ik nu niet zo zin in nog eigenlijk. Maar dat ga ik zo wel doen, want een beetje licht in mijn kamer en een beetje lucht, dat kan geen kwaad. En ik ga zo nog wel even een ander shirtje aan doen, want mijn jongensbroek heb ik net aangedaan. Maar ik wil dan toch even iets van een shirtje aan, zodat ik me toch iets meer productiever voel dan rondlopen in slaapkleding. En een badjas is voor mij echt een essential thuis, want die doe ik altijd aan omdat ik het altijd koud heb. Goed. Ik lig inmiddels nog lekker te chillen op bed. Ik ben lekker een spelletje aan het spelen. En ik lig hier lekker met Karel op bed. Oh, mijn telefoon valt bijna tussen het bed. Ik lig dus lekker met Karel op bed. Ik heb lekker een kleedje neergelegd, zodat als je gaat pissen, dan pissen niet op mijn kussen. Dat is toch lief, jongens. Karel! Karel is nog steeds een heel bangig caviaatje. Hij rent weg als je die wil pakken. Maar zoals je ziet, nu ligt ze heel rustig. Is toch een lieverd. Kareltje, we lijken op elkaar, kijk. Je kleine neusje. In een mondje. Oh. Schattig.
cutie. Dus ik zit, wat ik zeg, lekker op bed. Een lekker spelletje aan het spelen. De vlog is inmiddels lekker aan het uploaden. Dus daar heb ik niks meer voor te doen. Dus nu lekker een spelletje spelen. Allee. Goed, jongens. Ik ben mijn kerstspullen aan het opruimen. Ik heb hier alles al weggehaald. Alleen deze staat hier nog. Ik kan nog wel iets laten staan, maar die moest straks ook weg. Hier is het weg. Nou, de lampjes laat ik natuurlijk hangen. Alle slingers haal ik zo meteen weg hier bij het bed. De kerstboom ga ik weghalen. Die bak ga ik nu weghalen. Ik heb alle losse dingen al in een groot, ook daar in een grote tas gezet. En ik ga nu alles naar zolder brengen. Want daar moet het heen. Dus let's go. Goed jongens, de telefoon is binnen. Tadaa. En ik dacht, ik ga hem lekker met jullie gezellig uitpakken. Dus ik pak even een glas dat ik jullie bovenop kan zetten. En dan ga ik hem met jullie uitpakken. Oh, dit is wel heel... Nou, maar ja, het gaat goed. Dit is de doos. De Samsung Light. Een Note Flight 10. Er zit hier zo'n hoekje in met zo'n dingetje om je SD-kaart en zo eruit te halen. Oh, hij is wel vet. Ik heb de zwarte, ze hadden alleen zwart bij Coolblue. Oeh, fancy. Wauw, sick. Goed, ik ga hem ook gelijk aanzetten. Hij is heel koud. Hij is echt heel erg koud. Hij is als het goed is even groot als mijn telefoon. Maar ik begin nu te denken dat hij zelfs ietsjes groter is. Ik ga even het hoesje eraf. Dit is mijn oude telefoon, dit is mijn nieuwe telefoon. Hij is dus inderdaad een heel klein stukje groter als de mijne, maar wel even breed. Goed, de telefoon gaat ondertussen aan en ik ga ondertussen even kijken wat er nog meer in de doos zit. Er zit hier namelijk een Samsung cover en denk als je die weghaalt, juist. Dan heb je hier de stekker. Want deze telefoon, dat was even shocking toen ik dat zag. Deze telefoon gaat dus met een USB-C naar USB-C. Kabel. Dus de uitgang is hetzelfde als de andere kant van de kabel. Wat heel fijn is, want dan kan ik mijn telefoon gewoon aan mijn Chromebook hangen. Want die heeft alleen deze aansluiting. Dus dat is wel heel fijn. Dus een nieuwe oplader. En de oortjes schijnen hier ook heel goed van te zijn. Dus die ga ik gelijk op dit dan. Er zit hier nog een heel klein doosje in. Maar goed, wat is dit? Hier zitten de oortjes in. Wat ik zeg, de oortjes hiervan schenen echt heel tof te zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is. En er zitten dus ook extra dopjes bij. Dat ga ik zo meteen allemaal checken. Maar hier zit ook nog iets in. Wat is dit dan? Dit ziet er wel heel fancy uit namelijk. Of dit is gewoon een leeg kartonnetje, denk ik.
Er zit wel iets in. Zit dan. Is dit dan voor ding? Dit zit in het doosje. Wat is dit? Ik heb werkelijk maar geen idee wat dit is. Ik stop het maar graag terug in de doosje, want ik vind het een beetje eng. Misschien dat mijn pa straks weet wat het is, want die heeft natuurlijk dezelfde telefoon. Maar ik heb er dit keer voor gekozen. De telefoon is trouwens inmiddels aan. Ik heb ervoor gekozen om voor. Even kijken hoor, ik stel mijn telefoon, het was altijd Engels in. Maar ik heb er dus voor gekozen om dit keer. Voor een echte clean telefoon te gaan. Dus ik ga niks overzetten van mijn andere telefoon. Ik ga alleen de apps en dat soort dingen verzetten. Maar dus verder helemaal niks. Ik zit hier trouwens zo te zien ook nog allemaal plakkers onder de telefoon. Ik weet dan nooit waar dat begin van die plakkers onder die, op die rand van die telefoon zit. Is. En hier, jongens, zit dus het pennetje. Het is echt een heel mooi kliksysteem. Je ziet hem helemaal niet zitten. Maar hij zit er dus wel. Nice! Cute, dus ik kan nu dit pennetje gebruiken. Oh, maar dit is echt, dit werkt heel chill. Ik geef even mijn wifi wachtwoord in. Dit werkt zo snel en zo gemakkelijk. En het puntje is zo chill. Heel tof. Next. Cute. Echt heel tof. In het begin, ik ben nooit van zwarte telefoons geweest. Ik vond het vreselijk. En nu ik zwart heb, vind ik het eigenlijk wel weer mooi. Ik vind het, ja, ik weet niet. Ik ben er toch wel een beetje blij mee. Hij gaat nu checken voor updates en zo. En als ik dan eenmaal klaar ben, dan ga ik hem jullie laten zien. Dus ik ga even lekker spelen met de telefoon. Goed, inmiddels lekker mijn telefoontje ingesteld. En hij is helemaal klaar, jongens. Ik ga hem jullie even laten zien. Ik ga zo ook eten. Maar ik laat ook mijn oortjes liggen hier. Ik ga hem jullie even laten zien, want hij hangt nog ook wel op de lader. Dit is het trouwens, de telefoon. Even goed met licht. Het is gewoon zwart helemaal. Ik vind hem wel mooi zwart. En dit is mijn startscherm geworden. Alles een beetje gekleurcoördineerd voor hoever het ging. Ja, ik ben er super blij mee. Het zit hier dus onderin. Het zit dus een pennetje. Als je hier drukt, dan komt er hier dus een pen uit. En dan gaat hij gelijk op de future van de pen, maar die hoef je niet te gebruiken. Je kan ook zeggen van, ik beweeg te veel met mijn linkerhand. Je kan ook zeggen van, ik wil gewoon bijvoorbeeld naar Instagram om daar mijn dingen te doen. Want daar kan de pen ook gewoon voor gebruikt worden. Maar het leuke hieraan is, als de pen erin zit, je telefoon is vergrendeld, je haalt hem eruit, dan kan je nu dus annotaties maken. Dus bijvoorbeeld ik ben nu dus aan het tekenen. Maar ik kan dus ook dingen opschrijven als ik wil. Notities maken. En dan druk ik hier op save. En is hier opgeslagen. En that's it. En dan stop ik de pen terug. En dan is dat klaar. En voor de rest werkt de telefoon op zich hetzelfde als wat ik al had. Alleen is de camera kwaliteit een stuk beter. Zowel de frontcamera als de achtercamera. Want ik merk ook dat de voorcamera nu eigenlijk rond deze tijd, als het zo gek licht is hier,
super slecht is op mijn telefoon. Maar deze is serieus echt nog heel erg scherp. En daar ben ik wel blij mee. De kwaliteit is dus echt nog niet zo heel slecht. Dus dat is wel top. En ja, de achtercamera is ook gewoon echt 3 keer zo scherp als dat... als het mijn vorige telefoon was. De camera is voor mij echt veel beter geworden. Dus ik ben helemaal blij. Het hoesje en de glasplaatje wat ik ervoor besteld heb, die komen denk ik rond dinsdag binnen. Dus ik moet even 2 dagen voorzichtig zijn met de telefoon. Want het zou zonde zijn als het stuk gaat. Maar goed, dat is allemaal lekker gebeurd. Ik ga even wat kleding klaarleggen voor morgen. En ik ga ze ook eten, want dat moet ook gebeuren. Inmiddels, jongens en meisjes, is de avond neergestreken en is het ruim de tijd voor mij om naar mijn bed te gaan. Het is een beetje donker, dat weet ik wel. Ik wil hier eigenlijk nog iets van een felle lampje gaan regelen binnenkort, maar ik weet nog eventjes niet wat. Maar goed, ik ga zo slapen. Ik draai me even om naar mijn tablet, dan heb ik iets meer licht. Ah, daar ben ik! Ik ga slapen, want het is al best wel laat. Het is 10:15 volgens mij. En mijn wekker gaat morgen om... Hoe laat zou ik me eigenlijk zetten? Ik moet morgen rond... Hoe laat ga ik eruit? Een uurtje of... Oh, het is gelijk wel donker. Ik ga er morgen een uurtje of... 6:30 denk ik of zo. Uit, want ik ging 7:45 pas weg, maar dan heb ik even lekker de tijd. Dus ik zet mijn wekker morgen om 6:30. Dat ga ik gelijk doen. En dan ga ik nu even mijn theetje opdrinken en naar mijn bed. Dus, tot morgen. Goedemorgen. Het is iets voor 7:00. Ik ben inmiddels wakker en klaar. Ik ben iets over 7:30 opgegaan. Lekker gewassen. Mascara opgedaan, wenkbrauwen gekleurd en wat blush en highlighter. Ik heb geen concealer op vandaag. En wat lippenbalsem. En ik ga nu naar beneden om koffie te halen. Want ik heb wel trek in koffie. Dus dat ga ik even lekker pakken. En ik ga eens kijken of ik bericht op mijn telefoon heb. Want ik hoorde vanochtend een hele nachtgetril. Ga ik zo even checken. Maar ik ben al zeg helemaal klaar en ik hoef pas over 3 kwartier weg. Goed, nu ik dus klaar ben met alles, zeg maar, een soort van alles. Ik moet alleen mijn bed opmaken, maar dat doe ik vaak of gelijk. Of ik doe het als ik een paar slokken koffie op heb. Ja, in dit geval het tweede. Ik heb koffie en ik ga even mijn telefoon pakken. Eerst mijn bed opmaken en dan mijn telefoon pakken om even te kijken of ik berichtjes en zo heb. En dat doe ik echt pas als ik alles gedaan heb. En als ik gewoon maar hoef te wachten tot het tijd is om weg te gaan, dan pak ik mijn telefoon pas. En niet als ik toch mijn eigen moet klaarmaken, want ik ken mezelf. Dan ga ik blijven hangen. En dan ben ik helemaal niet productief. Dus dat. Goed, ik heb inmiddels lekker een morning playlist opgezet. En ik ben even lekker aan het kleuren op mijn telefoon. Ik heb namelijk gisteren, mijn moeder doet al echt een lange tijd. En ik heb nu sinds daarnet... eigenlijk gisteravond, maar dat was een andere app, maar die werkte niet echt. Heb ik zo'n nummerkleur app gedownload. Waarbij je dus alles moet inkleuren op nummer. En dat moet zeggen, ik heb altijd gezegd, dat ga ik niet doen, want dat vind ik saai en niet leuk. Maar ik vind het toch wel leuk. Het houdt je lekker bezig. En zeker met zo'n pennetje in je hand vind ik het fijner dat je ook een beetje vinger mocht gaan zitten drukken. Ik moet zeggen, dit is nog best wel heel erg leuk. Het is nu trouwens 7:28. Dus ik ga zo wel mijn schoenen aan doen beneden en de deur uit. En daarna dan, richting het werk. Ik ga jullie nu wel meenemen. Vorige week heb ik jullie niet meegenomen. Dat is ook heel slim. Het nieuwjaarsdag was dat. Toen was ik mijn camera kwijt. Heb jullie de vlog gezien, jongens? Ik was even helemaal in de stress omdat ik die camera kwijt was. Vervolgens belde ik dus huis op van, oh nee, hij ligt gewoon thuis. Dus ja, maar dit is echt wel een superleuk iets om te doen. Het houdt je lekker bezig ook. Ik mis nu dus ergens iets aan nummer 18.
Oh, hier bovenin ook nog allemaal. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk, jongens, zo'n beetje kleuren. Dus je hebt ook diamond painting online, als het goed is. Die heb ik ook pas gedownload, maar die staat hier nog niet op, denk ik. Want ik moet zeggen, echt dat diamond painting zelf, daar heb ik op een gegeven moment geen geduld meer voor. Dat is echt super irritant, want ik wil het wel heel graag. Maar uiteindelijk heb ik daar gewoon geen geduld meer voor. Hier, diamond art, diamond coloring. Is ook wel leuk om te downloaden. Dus ik dat gewoon in een mapje daarbij. Bleef je een beetje. Ik heb niet, ben niet zo iemand die heel veel spelletjes op zijn telefoon heeft of zo. Maar ik vind dat dan zoiets wel weer leuk om te doen. En een vriend van mij had een of ander spelletje dat heet Pocket Trains. Dan moet je ze even trainen met goederen en zo elke weg sturen naar landen. Is wel leuk. Ik snap daar trouwens ook het feit nog steeds niet van. Ik vraag hem elke keer, oh, ik snap het niet. Wat moet ik nou doen? Is wel leuk. Het heeft toch iets leuks. Is wel grappig. Dus ja, ze blijven een beetje bezig, jongens. Je moet ook een beetje bezig blijven, toch? Ik heb nu in totaal, oh, ik heb nu in totaal 3 spellen op mijn telefoon. Dat is die Diamond Art Coloring, nummers kleuren en Project Makeover. Dan moet je zeggen iemand een makeover geven, bijvoorbeeld het huis en dan vriend je daarvan en zo. En dan moet je ook een spelletje tussendoor doen om daardoor geld te winnen. Is best wel leuk. We hebben trouwens echt dan een beetje zo'n... Oh, mijn paas in een appje, hoe laat? Ja, 7:45. Weg. Kom zo naar beneden. Mijn pa brengt mij namelijk naar mijn werk. Echt super fijn dat hij dat voor me doet. Want anders had ik er nu dus niet. Ik had dus deze dienst aangenomen vandaag. Zonder überhaupt door te hebben. Dat het zondag was. Dus ik dacht, shit, dat gaat hem nu niet worden. Hoe kom ik daar? Maar goed. Het komt uiteindelijk dus allemaal goed. Want ik word gebracht, dus dat scheelt een heleboel. Maar dat zijn dus de 3 spellen die ik op mijn telefoon heb. Verder heb ik wat gezondheidsapps. En dat heb ik nog meer eigenlijk op mijn telefoon. Van alles eigenlijk wel zo'n beetje. Maar ik ben heel erg van de gezondheidsapps en zo. Dus ja, dat eigenlijk. Kijk, nu ga ik dus inzoomen. En nu zie je dus al die kleurnieuwtjes allemaal. Een kleurtje geven. En dan is uiteindelijk alles straks ingekleurd met al deze verschillende kleuren. Ik moet wel goed zoeken hoor. Kijk, hier zit er nog meer. Vind ik wel cute eigenlijk. Ik had gezegd, ik vind het helemaal niks. Ik heb hier geen geduld voor. Toch vind ik het redelijk leuk. Oh, 1 is voldaan. Dan gaan we naar 2. En dan moet ik hier wel alles inkleuren. Cute, hè, jongens? Maar goed, dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu naar beneden. En er zit zo'n klikdingetje op die pen, dat is echt heel aanstekelijk. Maar ik ga dus nu naar beneden toe. Schoenen aan doen, want die heb ik dus niet aan. En zo heb ik trouwens wel lekker een kletsochtendje gehad, jongens. Echt. Oh, mijn tas is trouwens al ingepakt. En mijn gordijnen zijn open. Mijn raamdingen heb ik half gedaan. Maar goed, ik heb in ieder geval lekker koffie op. Ik heb trouwens een diamond painting gehad, maar die is echt helemaal vooruit in de la. Dat ik ook spullen bij deed. Maar ik wil denk ik wel een nieuwe gaan bestellen, maar dan een iets kleinere. Ik had nu een hele grote heftige van New York, met allemaal kleuren. Maar ik wil wel iets makkelijker gaan bestellen, want op een gegeven moment merkte ik dat ik daar gewoon geen geduld meer voor had, omdat het zoveel was. Maar goed, ik ga de muziek stopzetten. Ik vind het trouwens wel een lekkere playlist. Gewoon een relaxing morning playlist, super chill. Maar goed, ik deze in mijn tas. Ik ga naar beneden en ik ga schoenen aan doen. En dan naar het werk. Ik
Ik heb er wel zin in. Ik vind het daar echt zo leuk. Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat brengen. Goed, jongens. Ik sta er. Ze zijn al bezig zo te zien. Ik ga de bel drukken. Goedemorgen, uitzend. Ja? Zit op slot. Goed, jongens. Op deze... Ik hoor mezelf niet met die oortjes in. Op deze zondagochtend ben ik nu onderweg naar de bus. Ik ben klaar met werken. Ik heb echt lekker gewerkt weer. Dat was leuk. Dat is gezellig. Helemaal top. Het is over, kwart over 11. Ik ben iets langer gebleven. Omdat ik nog wat mensen moest helpen en zo. Nou, ik vind een beetje bij de rotste. Ze hebben het al zo druk en ik heb toch niks te doen. Dus dan pak ik een bus later. Maar goed, ik ben lekker muziek aan het luisteren op mijn nieuwe telefoon. Kijk, dat vind ik leuk. Ik kan met YouTube Music kan ik tegelijkertijd de clip zien. En dat hoeft niet, want ik kan hem ook gewoon wegdrukken. En dan heb ik gewoon normaal muziek. Maar goed, mijn pa pikt me op in het centrum. Want dat scheelt mij weer en dan kunnen we gelijk boodschappen halen. Dus dat ga ik nu even doen. Goed. Inmiddels ben ik thuis en zit ik niet zo lekker in mijn vel. Er zijn vandaag een aantal dingetjes gebeurd. Waardoor ik een beetje een rotbui heb. Deels mijn eigen schuld. En aan de andere kant zit ik gewoon de afgelopen tijd al niet zo heel erg lekker in mijn vel. En heb ik het een beetje geprobeerd achter te houden voor de vlog. Om de vlogs toch wel leuk te maken. Maar ik merk nu dat ik gewoon echt niet lekker in mijn vel zit. En dat ik gewoon even een paar dagen rust wil. Ik stap zo nog even gauw onder een warme douche. En dan ga ik slapen. Dus ik ga ook de vlog eindigen hier. Ik ben er misschien over 2 dagen weer, jongens. Even 2 dagen rust. Ik zit niet helemaal lekker in mijn vel. Ja, misschien dat ik een weekje vrij hou. Ik weet het niet. Maar hou er rekening mee dat ik komende maandag pas terug ben. Ik wil even een paar dagen rust. Even alles op een rijtje. Mezelf weer een beetje normaal proberen te krijgen. Wat ik al zei, ik zit gewoon niet zo lekker in mijn vel en dat kan. Het is gewoon heel vervelend. En daar doe je niks aan. Dus bedankt voor in ieder geval het kijken naar deze vlog. Ik moet morgen ook weer werken in de drie riem, dus daar heb ik wel super veel zin in. En verder gebeurt er de komende week niet heel veel. Ik moet verder nog 1 dienst door de week werken bij Herman Gorterhof. En zaterdag ook nog eentje. Dus ja, dat is het, jongens. In ieder geval bedankt jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog en ik hoop dat jullie begrijpen waarom ik even een paar dagen een soort van rust / vakantie neem van het vloggen. En blijf me zeker voor op social media. Daar blijf ik wel gewoon dingen op plaatsen. Maar eventjes de komende week geen vlogs. Dus komende maandag zal er weer een vlog online komen. Doeg!